Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van mijn kanaal. Like, abonneer. En we gaan vandaag random challenges doen. Mijn zusje bedenkt ze. Ik heb hier al een schitterdoos van gisteren toen ik terugkwam van het vliegveld. Ze is niet leeg, maar er zitten wat spullen ingestopt. En nu, wat moet ik ermee doen eigenlijk? Moet je over het gras strooien en er... Auw! Oh, sorry. Ik stond op mijn pinkje teen. Sorry. Deze heb ik uit de boom. Oh, mag ik nog even? Ja. Yeah. En die moet die. Ja, wat dus daarin zit, moet je over het gras strooien en moet dan moet de bal wel zo overheen. Oké, dus ik moet hem gewoon is eigenlijk. Deze rot. Nee. Maar ik moet dus. Ik kan een hap van nemen. Dus ik moet eigenlijk zo gooien. En dan moet je er de bal overheen schieten. En dan moet je hem wel openmaken. Daar zie je dan wat erin zit. Oké. Okay. Een hele geladen. Oké, we gaan een. Allemaal appels. Appel. Allemaal appels van de appelboom. Oh nee, ik moet. Maar ik moet er een paar doen straks. Oh nee, dat hoeft niet, want jij moet er een paar doen. Oké. Okay. Ik moet ze dus niet. Moet ik appels raken of wat? Nee. Kijk, ik zou het even eten doen. Ja, is goed. De appel wordt over de appels heen. Oh, dat is eigenlijk best over makkelijk. Oké, dus ik moet. Mag ik erbij lopen of moet het in één keer? Je mag er ook bij lopen. Oh, dat komt wel goed. Nummer 1, 2 en 1. Wauw. En die komt er ook bij, een grapje. Oké, 3. Ah, helaas, gemist. Zo, 4. 5. 6. 7. Ik heb ze allemaal gehad. Opdracht 1 voltooid. Doe ook even een duimpje omhoog. Wat moet je er nog? Ik heb het voltooid. Ja? Ah. Oh, alle. Ik heb ze allemaal al gehad. Ja? Ik zie hier iets. Dat is van de sproeiers. Ze hadden eigenlijk iets heel kort had gevonden. Is gewoon van de sproeiers. Let maar op. Ja. Dat. Dus. Oké. Okay. Lily, je kan ook even vragen of we de sproeiers aan mogen zetten. En dan kunnen we misschien door de sproeiers heen rennen. En dan ga ik even balie trappen. En dan kom ik zo terug met de uitslag. Appel helemaal naar de Himalaya uitsmeten. Maar oké, okay. Was toch een kleintje die eraf was gevallen. Oké, ga maar de opa vragen. Nee, doe maar niet. Doe hem maar eens vragen. En. Goal! Nee. Was het maar zo geweest. Dat ik eigenlijk op een voetbalveld stond. Bij Barcelona hier speelde of zo. Dan wist dat eigenlijk zoiets beter is. Oh, sorry dat ik vergat te filmen. Er zijn heel veel vliegen hier vandaag. Ik ben al hier op mijn vinger. Hij ziet het niet meer. Dat was de poeder. Nee, crème. Die erop is. Maar je ziet misschien een klein krasje. Mij niet. Maar in ieder geval. Zo, een body trappen tegen de muur. Wat het uitslag. Wat het uitslag is gekomen. Die vloog hoog. Boom. Oké, nu hebben we denk ik wel nog één balletje trappen tegen de muur. En we wachten gewoon op de uitslag. Oké, we gaan er niet meer even bij zitten.
Wauw! Was goed! Ik wil niks kopen. Alleen maar. Oh ja, luister even. Vakantie. Een track van Siem. Parodie op Signorita. Als je het een leuk nummer vindt, kijk dan even naar die parodie. Ook als je het niet leuk vindt. En doe een like als ik het al 3 keer heb gevraagd of zo. Als je het leuk vond, like dan helemaal niet klaar. Maar als je het leuk vond, like dan even. Ook als je het niet leuk vond, like dan ook. En abonneer ook al, vond je het leuk of niet. Maakt niet uit. Oké, we hebben genoeg gekletst. We gaan een natuuropname maken. Zo, we zitten nu, 20 jaar later. Oké, we gaan gewoon nog eens in de tuin. Maar boeien, we gaan eens even mooie filmen hier. I'm a bad guy. That. De kerktoren. De kerktoren, mama. Oké, die kijkt niet, denk ik. Want die weet niet dat ik een YouTube kanaal heb. Hashtag ad, hashtag boom. Oké, dit duurt weer erg lang totdat ze met de uitslag komt. Dus we gaan eens even kijken. Ah, jammer. Kijk, voor mij een bedtijd dus. Oh. Morgen gaan we een filmpje maken. Ja, wel trusten, Liem. Misschien mag het morgen. Oké. Liem, ze gaat nu naar bed. Dus dat betekent dat we verder, zelf verder moeten. Dat is niet zo ramp, want ik heb al een leuk idee misschien. Maar dit is toch wel warm, zeg. Oké, ja, dus is nu 7:30 waarschijnlijk. En ik ben ook van plan een serie te gaan beginnen. Gewoon een random serie. En in de volgende keer, volgende vakantie, volgende week, dan beloof ik wel iedere dag te uploaden. Ja, als het echt niet gaat, dan laat ik het wel weten. Maar ja, oké. Weet je wat, we beginnen nu ook gelijk een Q&A, hè? Ik heb nog geen vragen binnengekregen. Maar ik stel wat random vragen aan mezelf. En dan geef ik de antwoorden op. Of we maken gewoon een top 10. Ja, is goed, we maken mijn eerste top 10. Geen idee wie dat zei trouwens, net dat was ik zelf. We gaan een top 10 beginnen. Oké. Ja. De top 10 favoriete YouTubers van mij. Oké, dat is leuk. Want daar heb ik wat challenges gedaan. Hou me ook erin in kan stemmen in de speeltuin van kinderen, terwijl die hoek dicht is. Gewoon kijken op wat doen jullie hier? Ja, dat ga ik gewoon doen. Wat doen jullie hier? Wat dit? Oké, dat was geniaal om te doen. En dan zeg jij ook echt zo van wat? Ik denk, misschien werken hun ouders of zo daar. En dan mag je misschien spelen nog. Lucky. Ik denk dat het inbrekers zijn, maar wel nog. Oké. Mijn top 10 favoriete YouTubers. We beginnen bij nummer 10. Oké, ik denk... Ja, ik heb me natuurlijk niet voorbereid op deze video helaas. Nummer 10 is... Calvin, denk ik. Dan gaan we doen een... Ook, ik ga gewoon uitleggen waarom. Ik vind het een vreselijke eikel wel. Maar ik vind zijn video's... Sommige zijn best wel grappig. Daarom kijk ik. En sommige series.
kijk ik wel eens. En daarom vind ik een 10 waard. Nummer 9. Milan Knol, omdat hij soms van die dingen doet die ik best wel grappig vind eigenlijk. Ja, ik vind dat gewoon zo. Oké. Nummer 8. Nummer 8 is Enzo Knol. Ik kijk er eigenlijk nooit naar. Nee, ik denk niet Enzo. Nee, ik denk een andere. Maar ik weet alleen, ik moet even denken welke. Jeroen van Holland, denk ik. Nee, sorry, ik bedoel... Jeroen van Holland. Nee. Eigenlijk vind ik hem hogere plek waard. Alleen ik zou niet weten wie er op nummer 8 moet staan. Oh ja. Dylan Hagens. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje raar, maar ik vind het top 10. Sommige video's blijven wel grappig. Er staat op nummer 6 van Holland, omdat ik zijn video's geniaal vind. En omdat hij eigenlijk soms best wel maf is en met zijn challenges soms. Daarom vind ik hem nummer 7 waard. Nummer 6 is... Net wist ik hem nog, maar nu niet. Nee. Ik denk... Nummer 6 vind ik. Ikzelf. Omdat ik mezelf... Omdat ik niet zo goed ben. Maar ik zet mezelf op nummer 6 neer. Normaal zou ik mezelf er niet in doen, maar ik kon even niet moeten verzinnen. Nummer 5. Oké, nummer 5 denk ik. Ik denk. Siem. Want ja, zijn video's zijn gewoon goud waard. En ja, ik vind zijn parodies geweldig. Mwah. Op nummer 4 staat Kjongovies. Van de Yes Oefenavels. Ik vind dat goud waard, dat kanaal. Ik vind zijn humor ook geweldig. Ik denk dat ik daar Jamie zet, maar dan heb ik dezelfde reden. En dan nummer 3 zet ik dan, wie ik net zei. Ik weet even niet meer wie dat was. Ja, Kjongovies, Yes Oefenavels. Op nummer 2, Familie La Cap, omdat ik Ila heel schattig vindt, Defran ook. Maar ik vind ook de challenges wel leuk en de opdrachten en een dag serie. Ik wil ook zelf een serie gaan beginnen, ik weet alleen nog niet wat. En nummer 1, Steut TV. Hun series zijn geweldig en hun opdrachten zijn grappig. Ze zijn altijd maf, altijd dom. Dus als je dit kijkt, een stuk of wie dan ook die ik in het lijstje heb genoemd, abonneer en like. Laat vooral iets achter wat je ervan vond. Ook als je dit niet in zat of een kijker bent, laat weten wie jij het beste vindt en de slechtste. En wie weet, lees ik jouw reactie voor in de volgende video. Maar ik denk dat ik nu ga afsluiten. Doei mensen, doei kijkers. Ik ben nu klaar met deze video. Like, abonneer hier beneden. En Doe het belletje. En doei.